Toen dacht je, dit gaat het worden. Dus we hebben triljoen latjes te zagen, zo ongeveer. Nou, dat valt wel mee. Voor deze doe-het-zelf-klus zijn 10 vurig geschaafde latten nodig. Een MDF-plaat, een zaag, montagekit, een winkelhaak en verf. Brechtje kan mij zeker verbazen. Ik ben al verbaasd als er een schilderijtje aan de muur hangt, denk ik. Letterlijk. Gelukkig is dit geen moeilijke klus en krijgt daarom 1 ster. Maar of Brechtje dat ook zo ervaart? Jeetje. Na deze klus word jij de beste latjeszager van Bergen en omstreken. Nou. Eerst moet alles op maat gezaagd worden. De afmetingen van de latten zijn afhankelijk van hoe groot je de vakken wilt hebben. Begin met het zagen van de lange verticale latten en zaag daarna de kleinere horizontale. Hey, hey. Gefeliciteerd 1. Met je eerste lat. Yes, nog 60 te gaan. Zoiets, ja. Ik in je eentje klussen lijkt me zo saai. Ja. Ik denk ook dat Igor dat eigenlijk heel erg leuk zou vinden als je klopt samen met hem iets zou doen. Nou, Brechtje kan hartstikke veel. Alleen, ze heeft het nooit gedaan. Dus dan is het ook lastig om het zelf te gaan doen. Dus als zij merkt dat het allemaal niet zo heel erg moeilijk is, dan geef ik wat tips en ze gaat aan de slag. Dat zou te gek zijn. Oh. Gaat die scheef? Ja, een beetje. Beetje opvullen met kit. Ja, heel goed. Ik vind zagen wel lastig. Zeker ieder begin is wel even moeilijk. De start in zo'n latje neerzetten. Ik merk dat het gewoon steeds beter gaat. Uiteindelijk heb je het vierde latje en dan wordt het steeds makkelijker. Dus, 24. Fiu. Latjes. En nou gaan we dat op deze platen kitten. De latjes kunnen eenvoudig met montagekit rechtstreeks op de wand of muur bevestigd worden. Begin ook hier weer met de verticale latten en zorg ervoor dat alle latjes op gelijke afstand van elkaar komen te liggen. Met behulp van een winkelhaak leg je alles mooi haaks op elkaar. Het kitten ging de eerste keer gaat het dan. Dan krijg je wat dikkere lijnen. En op een gegeven moment merk je ook dat je een strakkere kitlijn kan neerzetten. Ja, dus dat ging ook steeds beter. Aan jou de eer, de laatste. Oeh, de laatste. Even goed op de streepjes letten. Hey. Nadat alle latten op de wand bevestigd zijn, moeten ze in de grondverf gezet worden. Ja, hier hou ik van. Dit vind ik gewoon meteen resultaat. Exact. Wat Igor van de vakkenwand vindt, vind ik moeilijk in te schatten. Omdat het ook wel, hè, als ik kijk ook op het plaatje, er zit wat vreubelspul bij. Dat is niet helemaal een mannending. Maar ik denk wel dat hij ook wel ziet dat het wel, ja, dat het wel bijdraagt aan de sfeer in de slaapkamer. Na het gronden moeten de kieren tussen de latjes dichtgekit worden voor een strak effect. Je komt het bed tegenaan, hè? Dat scheelt. Maken we dit de onderkant bij deze. Zie? Ah, dat knapt op, hè? Dat knapt lekker op. Kijk. Ach, man, hé. Een beetje oefenen. Oh, ja? Ja, nou, doe maar. Ja, doe maar, hè. Best een lekker gevoel. Oh ja, oeh. Dan snap ik het waarom je het zo graag bent. Dit is gewoon het werk van een volleerd... Wil jij hem doen? Ja. Om wat te maken. Je hebt het helemaal super gedaan. Jongen, dit gaat gewoon echt niemand geloven, hè? Dat jij goed, het... hè? Ja, nou, top. We moeten hem eigenlijk alleen nog eventjes in de lak zetten. En ja. Dan is hij klaar, dan kan hij naar boven. Maar dat is ook voor jou een verrassing. Dus jij mag straks wieberen.